start. Vrijdag was de eerste avond van de Gentse feesten. Helaas de eerste Gentse feesten zonder Luc de Vos. De voormalige bandleden brachten een ode aan de frontman van Gorky bij Sint-Jacobs. Voor drummer Bert Huizentruid een emotioneel moment. Het is sowieso raar. Je voelt ook aan iedereen of zo. En voor ons ook wel speciaal en bevreemdend. En een beetje emotioneel toch om vanavond te spelen. Maar... Gaan jullie nog verder doen met Gorky? Is er nog eigenlijk een Gorky zonder Luc de Vos, als ik het zo mag zeggen? Nee, want Gorky was Luc en Luc was Gorky. En ja, zonder Luc is er geen Gorky. Hij was die nummers. Wij waren een begenadigde begeleidingsband. En met heel veel liefde en passie. Maar hij is er niet meer. Dus de nieuwe nummers, als iemand anders dat zou overnemen, zou het niet meer hetzelfde zijn. Als iemand anders zou zingen, zou het ook niet meer hetzelfde zijn. Dus Gorky is niet meer. Net bij Gorky werd gerecruiteerd eigenlijk. Ik ben gerecruiteerd door de Witten, onze toetsenist Luc Heijvaerts en de Biezen, onze bassist Erik van Biezen. En ik kende Luc wel als van tegen te komen en zo, maar hij kende mij niet zo heel goed. Dus ik ben daar naartoe geweest in de eerste repetitie. Dus dat was, hij was zo wat terughoudend. En ik weet, ja, dat was zo drums opstellen en hij zei heel weinig. Zo even heel vriendelijk, goeiedag. Hij zei bijna niks. En dan hebben we denk ik 2-3 nummers gespeeld in de eerste repetitie. En dan zag ik die echt helemaal opklaren. Van yes. Allee, zo, het was heel fijn om te zien aan hem. En dat ga ik nooit vergeten. Dus ik ken als Uki, als jonge gast bij Gorky. En hij was, daarna was hem heel echt een spraakwaterval. En zo, ah, top en leuk dat je wilt meedoen. En, dus dat is wel iets dat ik nooit ga vergeten. Zou Luc iets anders kunnen geworden zijn dan zanger, artiest? Nee. Nee, hij ademde muziek en liedjes en zo. Ja, nee, denk het niet. Als je aan Luc zou vragen waar hij naartoe zou willen gaan op de Gentse feesten, wat zou zijn favoriete plekje zijn? Ik weet dat uit ervaring misschien dat de waarheid is ook of zo. Hij zat dikwijls bij Bataclan, omdat zijn vrouw Sandra daar veel te zeggen had, of alleen, ja, mee te maken had. Bataclan sowieso, hij ging... Maar, dat was het speciale ook aan Vos, dat groot, klein, jong, oud, maakte niet uit. Hij probeerde zoveel mogelijk mee te pikken en wij hadden het ook on tour, zoveel over concerten en over bands. En dus heel benadigde muzikant. Ja. Vanavond moet ook optreden hier? Ja, eerst met Biezen en dan met Stanton. Ja. Biezen is de band van Erik van Biezen, een bassist. En Stanton is een beetje mijn project. Allee, het is niet mijn project, ik ben niet de frontman. Maar ik sta er ook aan de wieg van die band, dus dat was een beetje...